Verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de binnenstad, zijn recentelijk geïnformeerd over de financiële opties voor het restaureren van particuliere panden. Eigenaren van historische panden, banken en ministeries kregen van onder andere het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meer informatie over de door de IDB gefinancierde lening, het Paramaribo Urban Rehabilitation Program. De meeting van vandaag is een stakeholders meeting en het is speciaal voor de financial instrument van het project. Om even aan te geven welk project het gaat om de Paramaribo Urban Rehabilitation Program, dat is afgekort PURP. Het is een IDB-lening gesloten door het ministerie van Onderwijs en onder supervisie van het directoraat Cultuur. Binnen het project zijn er overheidsgebouwen en particuliere gebouwen die gerenoveerd moeten worden. En voor de particulieren hebben we dan een model. Zijn we bezig met voorstellen voor een model, een financieringsmodel, welke kan bijdragen aan het sustainable rehabiliteren van de gebouwen van de particuliere eigenaren. En Stefan hier staat ook bij mij. Stefan is directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, maar ook de WHS site manager. En hij kan dus meer vertellen over hoe de gebouwen die gerenoveerd zullen worden onderdeel zijn van WHS. Welke gebouwen worden allemaal gerenoveerd? We hebben de overheidsgebouwen, te zijn een parlementsgebouw met algemene zaken. We hebben drie gebouwen van het ministerie van Justitie en Politie. Dat is aan de Mirandestraat, Grote Combeweg en Henk Aronstraat. En dan hebben we het gebouw van Sociale Zaken, het ministerie van Sociale Zaken aan de waterkant. Als ik zo naar u luister, dan is het dat het ook gepaard gaat met geld. Door wie worden de kosten gedekt om deze gebouwen te verbouwen? Het is een IDB-lening, dus de financiering komt van de IDB. Wie staan allemaal achter dit project? De lening is getekend door het ministerie van Financiën, maar wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En het is het directoraat Cultuur samen met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname die dan het project uitvoert. Binnen hoeveel tijd worden de gebouwen van de binnenstad gerenoveerd en verbouwd? We zijn nu begonnen, zoals jullie kunnen zien, met het parlementsgebouw aan de Henk Arendstraat en algemene zaken. Begin volgend jaar willen wij beginnen met het ministerie van Justitie en Politie Mirandestraat en het ministerie van Sociale Zaken aan de waterkant. En als het goed is, einde volgend jaar of begin 2021 willen we dan gaan naar de gebouwen weer van Justitie en Politie aan de Henk Arendstraat. Ik ben als technical advisor, technisch adviseur verbonden bij dit project. En ik adviseer dus de project implementation unit, die belast is met de coördinatie van de werkzaamheden, adviseer ik dus. En kunt u uitleg geven hoe u ze adviseert? Nou, als er projecten worden voorbereid of rapporten worden ingediend, dan voorzie ik ze van commentaar, maar ook anderszins ander commentaar of andere adviezen geef ik uit. We staan al een paar jaar onder toezicht van de UNESCO, van het Wereld Erfgoedcentrum. We moeten om de 2 jaar een rapportage indienen over de toestand van onze historische binnenstad. En dit programma zal daartoe bijdragen dat in ieder geval een deel van onze oude binnenstad er weer goed uit zal zien. De lening van 20 miljoen is bij lange na niet voldoende om die hele binnenstad een opknapbeurt te geven. Maar het zal in ieder geval een belangrijke bijdrage leveren. Een belangrijke vraag, hè? De binnenstad krijgt een facelift. Is het alleen de binnenstad of worden ook andere plaatsen gerenoveerd? Alleen dat deel van de oude binnenstad.